What's up, Nifal? Yo gast van Almus Normanel, mijn naam is Barend en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik weer een nieuwe fingerboard video. Sorry trouwens dat vorige week geen video was, alleen ik had wel een video opgenomen. De recordings waren gefaald, ik werd daar zo chagrijnig van dat ik zoiets had van fuck it, ik ga fuck it. Maar nu heb ik weer nieuwe motivatie, weer nieuwe doelen en ik heb weer nieuwe praktische dingen om video's van te maken. En ik ga die video's nog een keertje opnemen, maar dan dit keer goed. 2 euro voor een fingerboardje, dat klinkt best wel chill, hè? Dat klinkt best wel chill. Dus ik zit lekker op AliExpress te kijken en ik zie in één keer fingerboards voorbij komen. En ik denk van, holy shit, dat is best goedkoop voor 2,70 euro per stuk. Ik denk, oké, weet je wat? Ik koop daar gewoon een paar van in. Ik koop er ook een paar voor wat vrienden, zodat hun ook lekker mee kunnen doen. En dan is het gewoon nou, een leuk klein cadeautje voordat ze me... Bijvoorbeeld Matthijs heb ik er eentje gegeven. Hij had me geholpen met het bouwen van de halfpipe. Nou, dan krijg je van mij een fingerboardje. Zo gaan die dingen. Dus ik heb hem al aan hem gegeven. Ik heb ze hier ook al liggen. Ze zijn al uitgepakt. En ik heb er eentje half in elkaar gezet. En ik zal zo uitleggen waarom dat half is en niet helemaal. En eentje nog helemaal uit elkaar. Laten we hem even openmaken. Degene waarbij ik nog niks heb gedaan, zodat jullie gewoon mee kunnen kijken met wat er nou allemaal in zit. En wij gaan natuurlijk vraag beantwoorden vandaag van, is het die 2 euro waard? Of kan je beter iets meer uitgeven, waardoor je zeker weet dat je een goede hebt? Spoiler alert, dat is zo. Alright, laten we nou even een kijk nemen wat er nou in zo'n doosje zit. Dus ik ga hem gewoon even voor jullie openmaken. Alright, hier heb je een doosje met daarin de spullen zitten die je erbij krijgt. Eigenlijk is het best wel oké allemaal. Het zit er netjes doosje. Wat krijg je er nou in? Een tool. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Hiermee zet je alles natuurlijk vast en los. Gewoon handig om te hebben. Doe verder niks mee. Dan hebben we een setje wielen. Je kon allemaal kleuren kiezen. Ik heb blauwe, ik heb witte. Deze heb ik al in elkaar gezet. Kom zo op. En rode gehad voor Matthijs. Gaat hij dit doen? En bij die wielen. Godzie Mickey. Nou, in die... Oh mijn god, hij schiet gewoon helemaal weg. En deze wieletjes zitten double bearings in. Net zoals die professionele wielen. Dus dan denk je van, wow, dat is best wel goed. Nu moet ik zeggen dat ze best wel plasticachtig aanvoelen. En ja, niet zoals het grote merk. Nu heb ik al wel getest dat, hoe ze rijden. En dat is verbazingwekkend goed eigenlijk. Voor 2 euro, of nou ja, als je dan kijkt naar één wieltje, dat zou dan 20 cent zijn of zo, weet ik het. Maar is dit echt zeker niet verkeerd? Kwalitatief, het is, ziet er alleen, ja, je ziet zo'n klein randje eraan zitten. Het ziet er niet echt heel nice uit, maar dat krijg je ervoor. Alright, volgende ding, dat zijn de trucks. Maar chrome trucks met bushings en oeps, alles erop en eraan. Het ziet er goed uit. Ze bewegen ook goed. Ik kan het moeilijk nu laten zien, maar ze bewegen gewoon prima. En ze zien er ook al goed uit. Nu zijn dit wel hele dunne trucks, maar daar kom ik zo meteen op terug. En natuurlijk de schroefjes en boutjes en moertjes en ik weet niet hoe dat heet, maar dat wat er allemaal bij hoort. Dan hebben we één stukje al voorgesneden rip tape. En dan hebben we hier het houten boordje. Wat er op zich helemaal niet verkeerd uitziet. Met op zich een toffe zijkant. Een rood lijntje in het midden. Het ziet er wel, hij ziet er gewoon oké uit. Niks per se aan op te merken. Zoals je ziet. Ziet er gewoon oké uit. Voelt goed. Dat doet helemaal niks, maar het klinkt als hout, dus dat whatever. Ja, dus dit is wat je dan krijgt voor 2,70 euro. Geen procentkosten trouwens. En dan, nou ja, zou je zeggen van, hey, dat is best wel goed allemaal. De bovenkant ziet er goed uit. De onderkant ziet er oké uit. Maar dan nu de problemen die ik hiermee heb. Het allereerste probleem, kan ik gelijk laten zien, is dat de rip tape niet helemaal het boordje covert, zeg maar. Ik blijf randjes houden, dus dat is gewoon mega vervelend. Want ja, zoals je hier kan zien, bij deze is het gewoon echt tot aan het randje gewoon helemaal rip tape. En als je dat bij deze doet, dan zit er nog een stukje hout naast. En dat is gewoon irritant. Het is gewoon lelijk. Holy shit, daar gaat mijn microfoon heen. Oh, waarom gaat het nou allemaal zo kut altijd, joh? Altijd die shit. Hele computer helemaal, alles opgeklikt.
Oh. Alright, maar dan nu de struggles die bij het bordje van 2,70 euro komen. En ik ga niet zeggen dat ik het niet had verwacht, want ik had hele lage verwachtingen hierover. Want ja, je kan niet voor zo goedkoop zo'n bordje kopen, denk ik. Dus dan pak ik heel even de andere, want daar was ik mee begonnen. Ik denk, weet je wat, ik ga alvast eentje zetten, zodat ik dan, als ik dan de video op ga nemen, dat ik dan een beetje wat mee kan doen. Maar zoals je kan zien, ben ik tot hier gekomen en nu zie je 4 gaatjes hier. Hier zie je helemaal geen gaatjes. En de achterkant. En ik heb wel iets cools met de riptape gedaan. Maar ja. Oké, het probleem van dit bordje. Deze gaatjes zijn gewoon niet symmetrisch. Ik kan gewoon geen truck. Zo. Het kan er gewoon niet op. Het lukt niet. Dit gaatje zit gewoon helemaal scheef. Dus ik... Oh. Dus ik was bezig met het maken van het bordje, met het in elkaar zetten. Ik probeer die truck erop te doen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus ja, ik was al een beetje chagrijnig geworden van, oké, dat werkt niet. Wat de fuck moet ik nou doen? Ik denk, ik doe 2 schroefjes. Ging ook niet, want die schroefjes gingen niet lekker in de trucks. Het was gewoon dramatisch. Dus toen dacht ik, oké, nou, gelukkig heb ik een tweede boordje. Laat ik het anders daarmee doen. Dus ik ga zo eerst, voordat ik ze erop schroef, ik denk, ik check gewoon even dat als ik ze erop doe, of ik dan alle gaatjes door deze kleine gaatjes zie. En ook dat boordje is niet symmetrisch. Dus ik stuur Matthijs een berichtje van, yo, mijn boordjes zijn niet helemaal symmetrisch. Doet die van jou het dan? Ook niet. Wat een kut cadeau krijg je dan? Een boordje die je niet in elkaar kan zetten. Dus ja, nu zit ik hier met twee AliExpress boordjes opgescheept waar ik niks mee kan. Wel zonde. Want het is wel cool. Het was leuk. Alleen, nu is dat niet het enige probleem hoor, wat deze meebracht. Dit is gewoon een foutje van mijzelf dat ik niet even goed op heb gelet. Ik heb dus sinds kort... Oh, hij is gevallen. Laat maar even. Ik heb sinds kort dit boordje, 33 mm breed. En nou, dat skate gewoon veel chiller dan een dunner boordje. Deze is 29 mm. En toen ben ik dus deze gaan bestellen. Alleen deze zijn nog dunner. Deze zijn namelijk 29 mm ook. Ja, je kan ermee fingerboarden. Het is ook, sommige mensen doen het ook veel liever met 29 mm. Alleen ik vind 33 mm veel chiller, want ik heb... veel meer gevoel over mijn board en ik heb veel meer ruimte om mijn trucs mee te doen. Dus ja, dat was een beetje balen. Dus daar baalde ik wel een beetje van, joh, dat ik een verkeerde niet even heb gekeken naar de breedte. Dat... Dus als ik had gekeken naar de breedte, dan was dit sowieso niet degene die ik had gekocht. Maar had ik even iets meer betaald. Volgens mij was er ook eentje van 32 mm voor 3,50 euro of zo. En anders had ik die gewoon gekocht en dan was het denk ik wel gewoon goed geweest. Want ja, daar betaalde je meer voor. Had ook een kleurtje. Dit is gewoon heel standaard, heel saai eigenlijk. Maar ja, ik dacht van misschien kan ik er een toffe sticker op plakken. Helaas is ook niet gelukt. Nee, dus ja, nu zit ik met 2 AliExpress boordjes. Is het 2 euro waard? Nee. Trouwens, jawel, want... Ik heb hier nog een ander boordje, een oude Black River Rams board. En die is prima. En ik heb er nu trucks onder zitten met wieltjes die, als je goed luistert, wacht even. Ze rijden gewoon niet eens. Dus ik ga lekker deze trucks ga ik hieronder zetten, omdat het gewoon de goede breedte is. En dan zie ik dat, zeg maar, dan maak ik het op die manier toch nog goed. Door het meeste gebruiken van de dingen die ik mee heb gekregen. En natuurlijk de schroefjes en de boutjes die erbij zijn gekomen. Weet je, het is toch gewoon, ja, chill om dat er ook bij te hebben. Alright, nu denk je van, oh, misschien had ik dus wel een goedkoop boordje kunnen kopen. Maar deze zijn het niet. Alright, geen probleem. Wat ik wel voor jullie heb gedaan, is eventjes in de beschrijving een aantal linkjes gezet waar je goedkoop een professioneel fingerboardje kan kopen. Omdat ik snap dat 120 euro niet even 1, 2, 3, ja, dat je dat er niet even voor wil uitgeven. Dat kan ik heel goed begrijpen. Dus ik heb wat starterboordjes. Wat boordjes dat rond de, volgens mij, 30 euro ongeveer, 40 euro liggen. En met die boordjes kan je, kom je echt wel heel ver. Dus dat heb ik even in de beschrijving gezegd. Mocht je daar interesse in hebben, dan kan je die kopen. Dan hoef je niet gelijk 100.000 euro uit te geven voor zo'n ding. Ik denk ook wel dat dat gewoon leuk is om mee te beginnen. En volgens mij zijn die boards helemaal niet verkeerd. Ik hoop dat jullie deze review wel leuk vonden. Of ja, review. Gewoon even half unboxing, half review. Half een beetje kijken naar wat het nou is. Of het het geld waard is. Alright, dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat het natuurlijk even weten door een like te slaan en een reactie te plaatsen. Want ik
ik heb gemerkt dat zodra er meer reacties zijn en meer likes worden gegeven, dat er ook meer views komen. Dat is natuurlijk logisch, dat is het algoritme van YouTube. Ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden om de fingerboarden toch wat bekender te maken hier in Nederland. Want er is gewoon geen echte fingerboard YouTuber. Dus let me be the pioneer of the fingerboard industry of the Netherlands. And then you go, we go all fingerboarding and I am going to do it events and so and the parkings and you know it. Yes, ik hoop dat je deze video leuk vond. Like, abonneer, reageer. Tot de volgende keer.